Ik wou namelijk even met jullie in gesprek. En ik heb ontzettend hekel aan die Sjoerd Boosma, want die doet precies wat ik wou doen. Namelijk vragen, wat doen jullie? En ik wou het aan het eind van mijn verhaal doen. En ik heb maar 20 minuten, dus Sjoerd, bedankt. Ik heb hulp nodig namelijk. Ik zal eerst even mijn PowerPoint ervoor zetten. Dit is iets voor straks. Nou, dat verklapt dit ook weer voor de anderen. Ja, dat weet ik niet. Nou, die zet ik even daar neer. Mooi, wat is dit? Een Fries dorp is dit. Wie weet waar dat is? Kijk, als ik één keer zover ben, nou ga ik ook los hoor. Nee, dat doe ik zo wel, want zover is dat nog niet. Het is ook maar de vraag waar we wel zo ver komen eigenlijk. De reis, culturele hoofdstad Leeuwarden 2018. Dwarpswerk, politiek, kunst en cultuur. Daar gaat het even over. En ik heb hulp nodig. Dwarpswerk, Rosemar die zei het al, hè, is een instelling die adviseert, ondersteunt dorpen, dorpshuizen, dorpsbelangen. Komt voort uit een vereniging van dorpshuizen en Liedse Dwarpen. Fries is echt een hele Friese dorp, Dwarpswerk is een hele Friese instelling. Je moet als directeur van Dwarpswerk eigenlijk echt Fries praten. En, maar ik ben een Grijnslander, en, dus dat dacht ik nog net. Dus, en dat komt, je mag een keer ook op de buurt kleuren, maar net iedereen praat Fries hier. Nou, we hebben dat weer gehad. Gaan we dus verder in Nederlands. Hoe kan kunst en cultuur Dwarpswerk helpen bij het proces waarmee zij bezig zijn om te proberen de relatie tussen overheid, politiek, ambtenaren en de doelgroep, de dorpen in Friesland en het platteland in Friesland te verbeteren? Nou, daar hebben we een heel project voor dat we gaan opzetten. En de vraag is natuurlijk of kunst en cultuur daar een rol in kunnen spelen. Voordat ik daar even echt op inga, met die PowerPoint-presentatie, wil ik toch nog even teruggrijpen op de vorige keer. 8 oktober, geloof ik. Ik vond dat toen ik daar wegliep uit die bijeenkomst, toen dacht ik, wat verdikke me, ben ik nou zo stom of is iedereen nou zo intelligent? Waar ging het soms over? En toch, die Pascal Gielen, hè? Ook leraar uit Groningen overigens, dat zou je aan zijn uitspraak ook niet zeggen. Maar die had het over hoe je, mag ik even opzoeken. Dissensus. Hij had het over dissensus. En ik ben echt iemand van de harmonie. Maar ik ben zzp'er, ik ben manager, ik ben een directeur van Dwarpswerk. En ik vind, je moet zorgen door samenwerken verder te komen. He, ik heb ook altijd geleerd, dat heet dialectiek. Je hebt een these, een stelling. Je hebt een antithese. Een stelling die gaat er tegenin. Dan heb je geen ruzie. Dan heb je gewoon een discussie. En dan krijg je een synthese. En dat doe je weer. Die synthese is weer. En zo ontwikkelt zich een proces waardoor de wereld beter wordt. En Pascal zei, het is niet consensus, maar dissensus waar je mee in deze wereld verder moet. Ik denk dat we daar na de pauze maar eens even over moeten hebben. Dus dat is iets wat mij betreft interessant is. Hij zei ook iets over het kamp. Vond ik wel een hele scherpe stelling die hij daarin nam. Hij had het over de regels die in het kamp gelden en de liefde die bijvoorbeeld ontstond tussen Joodse mensen in het kamp en nazi's. Ik vond echt, nou ja, dan. En wat er gebeurt, dat je daar s'nachts over na gaat denken. Want ik kon daar echt moeilijk van in slaap komen. Had misschien ook wel een whiskytje erbij en ik denk dan, moet er eens even over nadenken. Lijkt me interessant om daar ook nog eens even met jullie over te hebben. Maar het derde punt waar hij het over had, moet ik even voorlezen. Ik heb het meegeschreven: de rol van de kunst in de samenleving.
autonoom ruimte bieden om een spel met de samenleving te spelen. En een spel, dat is er om te leren functioneren onder condities met andere regels. En dat bleef mij nog het meeste bij van Pascal, want dat is nou precies wat wij als Warfschurk willen doen. Een spel, een heel serieus spel, een spel met de democratie, en proberen met nieuwe regels de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. De vraag straks is natuurlijk, hoe kan kunst en cultuur ons daarbij ondersteunen? Ik ga eerst even het spel noemen. Het gaat nu over de spelregels, dat weet ik wel. Maar Warfschurk is een stichting die valt onder het plattelandsbeleid van de provincie. Dat is hartstikke fijn, want de ondersteunende functies van de provincie die vallen onder het welzijnsbeleid zijn al lang afgeschaft. He, Partour moet nu zijn eigen broek ophouden, maar Warfschurk krijgt nog subsidie. En dan vanaf 2 jaar. En toen hebben wij bij Warfschurk gezegd van... wij gaan samen met de provincie, maar ook samen met onze doelgroep, en vooral met onze doelgroep, de Mienskip dus, gaan we een nieuwe plattelandsbeleid maken, wat in 1 januari 2018 in moet gaan. En dan gaan we dus gelijk van Mienskip naar Iepen Mienskip. Dat betekent, Iepen Mienskip betekent dat wij als Dwarfswerk en onze, met onze doelgroep zeggen, wij gaan niet... bottom-up en niet top-down, maar we gaan samen als partners dat landschapsbeleid, dat plattelandsbeleid opzetten. En als partner, dat betekent dat je bepaalde regels met elkaar afspreekt, hoe je met elkaar omgaat. Het is niet zo dat de gedeputeerde alles beter weet en de mensen, de burger alles minder weet. Nee, je hebt allemaal als partner een rol. Een politicus heeft een andere rol dan een burger. Maar als je partner bent, respecteer je elkaar wel. En zoek je elkaar op. En leg je elkaar je standpunten uit. En leg je ook uit waarom iets niet kan of wel kan. Bijvoorbeeld, de windmolenproblematiek heeft heel Friesland op de kop gezet voor een jaar. En in december had de provincie gezegd van, nou, individuele windmolens, dat moet kunnen. Er is een motie over aangenomen. Toen kwamen de verkiezingen. Toen kwamen de collegeonderhandelingen. En van de ene op de andere dag werden individuele windmolens afgeschoten. We hadden net met 10 dorpen afspraken gemaakt hoe we met die individuele windmolens om zouden gaan. In 1 keer klaar en 10 dorpen zwaar gefrustreerd. Dat is niet de manier hoe je met elkaar omgaat in een democratie zoals wij die graag zien. Dan ben je geen partner, maar dan vergroot je de kloof. Dus wij gaan daarmee aan de gang in 2016 en volgende jaren. Ik loop er even snel doorheen. Hoeveel tijd heb ik nog? 20 minuten had ik in totaal. Ja, je hebt nu 8 minuten ongeveer. Oh, oké, okay, dat gaat lekker. Het plattelandsbeleid van de provincie dat maakt streekagenda's per in 5 regio's in Friesland. Het collegeprogramma, wat dit jaar na de verkiezingen is opgezet, heeft 6 ambities. 2 van die ambities zijn krachtige gemeenschappen. Daar wil de provincie hard aan werken om dat te verbeteren. En modern provinciaal bestuur. Daar sluiten wij met een nieuwe vorm van democratie bij aan. Dat doe je samen. Dus wij gaan onze doelgroep uitnodigen op 17 november. En dan zeggen we van, dit zijn we van plan. Doen jullie mee, willen jullie daar ook opdrachtgever voor zijn. Wij zijn de ogen en oren van de provincie. Maak er gebruik van. We organiseren een Friese burgertop. David van Rijbroek. Kennen jullie David van Rijbroek? Hoogleraar. Een boek over de Congo geschreven, maar ook een boek tegen verkiezingen geschreven. Hij heeft in België de G1000 georganiseerd en daarmee geprobeerd de grote problemen van België in kaart te brengen van onderaf. Dus de burger zelf door loting gekozen burgers zelf konden aangeven van... Dit vinden wij de grote problemen en dit vinden wij de agenda waar de politiek en wij samen iets mee moeten doen. In Groningen is er dit jaar op 6 juni vanuit de gemeente zelf ook een G1000 georganiseerd. Wij vinden dat wat grootschalig en wij vinden dat de continuïteit van zo'n proces niet altijd geborgd is. Dat is ook de kritiek die er vaak op is.
van, ja, je gaat één keer een G1000 organiseren en dan ben je, heb je al die mensen bij elkaar gehad, die hebben allemaal prachtige standpunten en ideeën ingebracht en dan reageert de politiek er nog één keer op en vervolgens gaat iedereen weer zijn gang. Het idee, zoals wij dat zouden willen, is je hebt verkiezingen, dus wij zijn niet tegen verkiezingen. Verkiezingen is een democratisch gegeven. Als ik daar nu tegen zou gaan vechten, dat doe ik ook helemaal niet voor, maar dan zou ik het ook heel snel verliezen. Nee, je hebt verkiezingen, die hadden we bij de provincie bijvoorbeeld dit jaar. Over 4 jaar heb je weer verkiezingen en in die tussentijd ga je als burger en overheid op een andere manier met elkaar om. Van Rijbroek zegt in het boekje, en dat is eigenlijk het enige, je hoeft het ook echt niet te lezen. Het is een leuk boekje trouwens om te lezen, dus ik kan het wel aanraden. Maar de kern van het boekje, de samenvatting, is eigenlijk 70% van de Europeanen is voor democratie. Vindt dat in elk geval op zijn minst het minst slechtste systeem. En er gaat nog maar 25% stemmen. Hoe zit dat? Wat wij willen de komende jaren, via dat landschapsbeleid, daar willen we mee oefenen. We willen dat spel spelen, hè? Dat vond ik van Pascal ook sterker zijn verhaal. Daar willen we dat spel, een nieuw spel met nieuwe regels gaan spelen. Nou, we handhaven de verkiezingen en over 4 jaar weer verkiezingen. In de tussentijd gaan we in 2016 5 keer op die regio's van de provincie een D200 organiseren. Een 5 keer D200. Kleinschalige, dichter bij de doelgroep, niet te afstandelijk en vooraf gaan de deelnemers, die gaan, die we uitzoeken, deels door loting, deels door, want er wordt tegenwoordig heel vaak gezegd, dat hoor je bij Glas ook heel vaak, ja, bij Glas belangen, het zijn allemaal grijze koppen. Nou vind ik dat een enorme belediging, want ik heb er zelf een en ik ben ook van die leeftijd. En dat zijn vrijwilligers die keihard werken om een dorps uit de stand te houden. Die keihard werken om allerlei projecten in dorpen op te zetten. Bijvoorbeeld, wij werken bijvoorbeeld heel erg samen met de Uscoöperatie. Dat zijn 30 dorpen die erin meedoen, energiecoöperatie opgezet hebben. Wat allemaal door vrijwilligers in stand opgezet en in stand gehouden. Dat zijn heel veel grijze koppen. Daar zit ook heel veel kennis. Dus die mensen moet je ook een plek geven. Dus daar kiezen we ook uit. Een deel door loting, een deel politici, een deel ambtenaren van zowel provincie als gemeente. En je moet ook de gemeente meenemen. Die regio's, die 5 regio's een plek hebben. Wordt nog heel ingewikkeld, maar gaan we gewoon doen. Dus we zijn met de provincie bezig om ze erachter te krijgen. Maandag zit ik bij de directeur, bij de NT van de provincie, de gedeputeerde, 17 november onze dorpendag. Of iedereen het nou leuk vindt of niet, we gaan dit doen.